Over de uitspraak van Wilders is nogal wat ophef ontstaan. Wij vroegen hoe de Arnhemmers hierover denken. Wat vindt u van de commotie rondom Wilders? Ik vind de uitspraak van Wilders schandalig. In één woord. En anders heb ik er, kan ik er weinig over zeggen. Ja, dat vind ik eigenlijk geen goede uitspraak. Ja, hier wonen zoveel mensen van de verschillende nationaliteiten. Ja, alle mensen zijn gelijk en wij leven in een democratisch land en wij willen graag zo houden ook. Dus dat viel reuze tegen wat Geert Wilders overgepraat heeft. Dus. Vreselijk, ik vind dit gewoon niet normaal meer en die man moet gewoon aangepakt worden. Dat vind ik dus echt. Ze moeten dat, door de media moet dat zeggen, we stoppen daarmee. Niet elke keer meneer Wilders op de televisie doen. Dat is meneer Wilders zijn bedoeling op de televisie. Hoe vaker dat het kan, hoe meer dat het is. Hij is gewoon de tweedraag aan het spelen met de buitenlanders en met de Nederlanders, laten we het zo zeggen. En daarom zou ik zeggen, helemaal niks meer. Laat die mama. Ja, want waarom vindt u het echt schandalig? Nou, omdat je daarmee een hele bevolkingsgroep uitsluit. En ja, dat kan in Nederland niet. Ik vind dit gaat alle perken te buiten. En ja, vindt u dat hij nog mee moet kunnen doen? Of bent u er eigenlijk helemaal klaar mee? Hij moet gewoon meedoen. Rutte zegt tussen twee haakjes, misschien en niet te veel. En zo zit Rutte. Dus Rutte weet zelf ook wie de Wilders is. Want het zijn twee vriendjes. Maar u bent er helemaal klaar mee? Ik ben er klaar mee. Helemaal, met Wilders en allemaal.